en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben thuis. Maar goed, ik had vandaag bij Luc geslapen en hij moest naar zijn stage, dus ik was al best wel vroeg thuis. Let niet op mijn haar, ik ga het zo meteen wassen. Het is super vettig. Maar ik ben een beetje bijtaan omdat ik een trap opgelopen. Er was nog een pakketje binnengekomen, want ik had al besteld bij Missy Empire. En ik heb hier eigenlijk nog nooit iets besteld. Het is volgens mij eigenlijk gewoon hetzelfde als Pretty Little Thing, Boohoo. Dat soort dingen. Volgens mij is het allemaal hetzelfde eigenlijk. Maar ik had echt een super leuk joggingpak gezien bij iemand op TikTok. En ik dacht, ah nee, dit. Zomaar order dit. En dit is de broek. Ze hadden alleen nog wel maar een maatje 8. Dat is volgens mij 36. Dus ik denk dat hij wel lekker oversized valt. Maar ik vind dat zelf wel leuk. Maar hij is dus een beetje bruin met een soort volwassen effectje. Zo, effectje. Volwassen effect. En het is de Blake Mocha Washed Casual Joggers. En dan heb ik er ook nog een trui bij. Ook weer in een maatje 8. Oh, die had misschien wel een maat groter kunnen nemen zelfs. Maar dit is dus ook met datzelfde een beetje volwassen dingetje. En dit is de Ashley Mocha Washed Oversized Sweatshirt. Super, super leuk dit pak. Ik vond het kleurtje gewoon heel erg leuk. Dus ben ik heel erg blij mee. Maar goed, ik ga me dus zometeen eventjes douchen. Even klaarmaken. En verder heb ik eigenlijk niks te doen. Oh jawel, ik moet eigenlijk naar de dokter vanmiddag. Ik heb wel wat te doen. Ik moet namelijk vanmiddag heel eventjes naar de dokter. Dus dat. Maar verder heb ik dus niet echt iets te doen vandaag. Kan jullie trouwens deze week wel onze nieuwe jacuzzi laten zien. Want we hebben dus zo'n opblaas jacuzzi besteld voor in de tuin. En die staat nu. Alleen er is zeg maar zo'n slangetje wat dan naar buiten gaat voor de water. En dat lekt een beetje. Dus we moeten dat nog even oplossen. En dan kunnen we daarna er water in doen. En dan kan die aan. Dus dat is ook wel super lekker voor in dit weer. Want het is best wel koud. Maar het zonnetje schijnt dan wel. Dus dat is wel lekker. Om lekker zo'n warm jacuzzi ding te zitten. Verder ga ik woensdag weer mijn haar verven. Tenminste, ik ga het niet zelf doen. Mijn moeder van Luc gaat het doen. Ze heeft het de vorige keer ook gedaan. Toen was het echt super mooi. Maar ik heb echt mega uitgroei. En ik heb het denk ik nu in december ergens gedaan. En dit is nu de uitgroei. En het ziet er echt niet uit. Tenminste, ik vind het zelf gewoon echt lelijk. Dat donkere. Oh, er komt trouwens vandaag ook een super leuk pakketje binnen van Anna Luisa. Waar ik altijd mijn sieraden van heb. Dus dat zal ik ook aan jullie laten zien. Ik ga nu in ieder geval lekker douchen. Ik heb lekker even gedoucht en in bad geweest. En ik heb mijn nieuwe pak aan en hij zit super super lekker. En ik had hem echt geen maatje kleiner moeten nemen. Dus ik ben blij dat hij was uitverkocht. Ik moet straks in ieder geval echt even mijn kamer opruimen. Want het is zo'n bende. Maar het is nu 14:45. En ik kan tussen 14:00 en 16:00 even langs de dokter. Dus ik ga rond een uurtje of half drie denk ik eventjes naar de dokter toe. Maar eerst ga ik even naar beneden wat eten. En ja. Dat eigenlijk. Oké, guys, er was weer een pakketje binnengekomen van Anna Luisa. Ik ga het even openmaken. Ik was net terug van de dokter. En het ging goed. Zo, het zit in een superleuke doosje. En dit is dus in samenwerking met Anna Luisa voor de moederdag sale. En zoals jullie misschien wel weten, heb ik echt super vaak sieraden van Anna Luisa. Ik vind het super chill. Mijn grote oorbellen, die ringen zijn van hun. En al deze oorbellen zijn ongeveer van hun. Dus ja, ik vind het echt super leuk altijd. En zoals altijd komen de sieraden in super mooie fluwelen zakjes. En ze hebben nu dus 15% korting voor moederdag. Dus je kan iets voor jezelf kopen, maar je kan dus ook iets voor je moeder kopen. En ik heb dus een paar dingetjes uitgezocht voor mijn moeder. Mijn moeder wil zelf alleen liever niet op camera. Dus ik laat jullie gewoon de items loszien. En dan de rest kan ik dan mijn moederdag aan mijn moeder geven. En om te beginnen heb ik deze kleine oorbelletjes. Die heb ik wel voor mezelf. Mijn moeder heeft namelijk geen gaatjes. Maar deze super schattige oorbellen. En ik zal heel eventjes de prijzen opzoeken. De oorbellen die ik heb. Ja, dit zijn de Mini Huggy Hoops. En die zijn nu €50 met de korting. En de kwaliteit is echt super goed. Ik douche dus altijd met... Oh. Ik douche dus altijd met alle sieraden van Anna Luisa. En ze verkleuren niet. Dus dat is echt super fijn. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dit zijn gewoon hele kleine schattige
ringetjes, zoals je kunt zien. En dan heb ik deze ketting. En deze vind ik zo leuk. En deze heb ik dus voor mijn moeder. Er staat namelijk op mama. Echt heel leuk. En eigenlijk wil ik deze zelf ook heel graag om. Dus ik denk dat ik die wel van haar ga stelen. Maar hoe freaking cute is dit? Het is een ketting. En hiervan is de kwaliteit ook echt weer super goed. Hij voelt lekker sterk aan. En het is een super chill dat het niet verkleurt. Deze ketting is 47 euro met de korting. En dan als laatst echt een super mooi armbandje. Zo'n schakelarmbandje. Dat ziet er altijd echt super gewoon mooi luxe uit. Echt heel mooi. Deze is lekker dik. Dat vind ik altijd wel mooi met dit soort armbandjes. Hij is ook niet heel erg leeg. Dus dat betekent ook wel dat het goede kwaliteit is. Ik heb hem in de maat 6. Ik weet niet of er meerdere maten waren. Maar echt hele mooie kwaliteit ziet het eruit. I love it. En dit is de Michael Bolt volgens mij. En die is 72 euro met de korting. Super, super mooi. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. En ik denk dat mijn moeder er ook super blij mee is natuurlijk. Wil je ook iets bestellen en wil je dat het binnenkomt voor moederdag? Zorg er dan voor dat je het voor 3 mei besteld hebt. En dan komt het nog op tijd binnen. Dus ja, ik vind het echt super, super leuk. Ik vind dit merkje sowieso super leuk. Dus ook super leuk om cadeau te geven. Dus check zeker eventjes de link in de beschrijving als je benieuwd bent. Ik heb net in ieder geval eventjes mijn kamer een beetje opgeruimd. Ik ga straks even mijn bed lekker verschonen. En verder. En misschien dat ik AliExpress shoplog wil opnemen. Want ik heb dus mijn pakketjes allemaal binnen. Dus wellicht dat ik dat zo ook even ga doen. Maar ik zie dat mijn camera echt moet opladen. Dus dat is wat ik eerst ga doen. En dan ga ik daarna de video opnemen. Het is vandaag woensdag. En ik ben al best wel vroeg wakker. Ik werd echt om 7 uur wakker. En ik ben vandaag begonnen met gezonder eten. Ik moet zeggen, het bevalt me zwaar. Oh, hoe ga ik nu lekker gewoon een boterham met Nutella doen? Ik moet wel zeggen, ik wil wel gewoon voor mezelf een beetje makkelijker blijven. Dus stel voor dat ik een keer zin heb dat ik dan wel gewoon ongezond wil eten. Maar ik wil zoveel mogelijk gezond eten. Het is nu, even kijken, 11:30. En ik heb echt best wel heel erg trek eigenlijk. En ik heb gegeten vanochtend. Ik heb 2 wraps met zalm en avocado gegeten. Maar ja, ik denk dat ik nu even een smoothie ga maken. Want ik heb allemaal lekker fruitdingetjes en zo gehaald. Dus ik dacht, het is wel lekker om een smoothie te maken daarvan. Dus ik denk dat ik dat gewoon even ga doen. Want dat filtert zich ook wel. En dan vanmiddag voordat ik weg ga, eet ik gewoon nog wat kleins, gezonds. Maar goed, dat ga ik nu eens even lekker maken. Nou jongens, ik heb lekker een smoothie gemaakt. Met aardbei, bevroren rood fruit, een half banaan en een beetje melk om het wat te verdunnen. Het is heel lekker. Dus dit ga ik lekker opdrinken. Ik ben bijna aan de wandelschap. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Tenminste, ik heb gewoon een chill outfit aan. Want ik ga zo meteen naar Luc toe. Luc is er zelf nog niet. Maar zijn moeder gaat mijn haar verven. En ik hoop echt dat het wordt zoals ik wil. Het kan er echt niet meer mee door. Die uitgroei ook. Het is echt een en al een verschrikking. Maar goed. Ik ga nog even zo naar beneden wat drinken. En dan eerst dan mijn oortjes nog even opladen. Want anders zit ik straks weer in de trein een uur lang zonder oortjes. En dan ga ik naar Luc toe. En dan slaap ik daar vanavond. En dan morgenochtend moet ik weer best wel vroeg terug. Want Luc moet gewoon weer naar stage. En ik heb morgen ook gewoon dingen die ik moet doen. Dus ja. Ik ga mijn camera niet meenemen. Aangezien die bijna leeg is. Dus ik wil hem even in de oplader doen. En ik ga er denk ik toch niks filmen. En als ik iets film, kan ik het ook altijd met mijn telefoon doen. Dus ik zie jullie of straks of morgen weer. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben thuis. En ik ben zo blij met mijn haar. Lekker weer blond. En we hebben dus gewoon heel veel highlights gezet. Waardoor mijn eigen haarkleur er wel nog doorheen komt. En aan de onderkant hebben we het niet gedaan. Zodat ook daar mijn eigen haarkleur gewoon nog een beetje er doorheen komt. Dan lijkt het wel natuurlijker. Of nou, tenminste, gewoon ietsjes mooier. Omdat je anders zo van die harde lijnen weer krijgt, ook als het gaat uitgroeien. En nu gaat het gewoon wat mooier overlopen. Dus ik ben er echt heel blij mee. Maar goed, ik ben dus net thuis en er was een pakketje binnengekomen van Chiquel. Zo, waar is het nu wel raar? Dus ik ga eerst aan jullie laten zien. Ik zie dat mijn camera ook nog kan uitvallen. Dus ik moet echt even gaan opladen zo. Dat was ik gisteren vergeten. Maar ik heb van Chiquel weer een paar dingen ontvangen. Want we beginnen dit broekje. Het ziet er super klein uit. Dus ik hoop dat ik het pas. Deze heb ik in de maat XSS. En het is echt super snel geleverd. Want ik had gisteren dus zeg maar een selectie doorgegeven van mijn items. En het is er nu al binnen. Dus dat is super snel.
En dan heb ik dit topje. En eigenlijk had ik dus gehoopt dat ze of dit setje zouden opsturen. Want ik had allebei de setjes doorgegeven. Maar ze hebben dus het topje van het ene setje en een broekje van het andere setje gestuurd. Maar dit is dus het topje wat daar eigenlijk op hoort. Ziet er ook wel best wel klein uit. En volgens mij schijnt deze kleur ook wel een beetje door. Maar ik dacht, dit is gewoon super chill voor als ik ga sporten. Want ik sport nooit, maar goed. Maar goed, die dus. En dan heb ik echt een super leuke blauwe vest. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit vind ik vooral super leuk voor in de zomer, voor 's avonds als het wat kouder is. En dan op een leuk shortje of zo. Als je lekker bruin bent, dan komt die kleur er nog mooier uit. Heel erg leuk. En dit is een one size. En dan heb ik nog dit shirt. En deze heb ik als slaapshirt uitgekozen. Want die kan ik dan lekker bij Luc gewoon laten. En dan heb ik daar gewoon een slaapshirt. En die heb ik dus ook lekker in een grote maat. In een maat S. Zodat die lekker oversized valt. En er staat op Colorado, Denver. En dan met zo'n tennis ding. Heel erg leuk ook. Ik zal zo meteen allemaal eventjes voor jullie passen. Maar ja, ik ga jullie nu nog laten leggen, want mijn camera valt echt elk moment uit. Ik ben nog de hele dag lekker een beetje in mijn bed aan het chillen. Ik ben zo moe. En ik heb er even lekker zelfbruiner op gehaald, dus dat is nu aan het intrekken. Ik kreeg trouwens heel vaak de vraag welke zelfbruiner ik gebruik. Sorry jongens, ik heb een trap opgelopen, maar mijn conditie is echt nul. Maar ik gebruik van Ten Luxe de Hydra Mousse. Ik heb even lekker aardbeidjes gemaakt. Ik ga even lekker YouTube filmpjes kijken, want het is 4 uur geweest. Dus dan staan er altijd weer lekker video's op. En dan even chillen. Ik ben echt helemaal kapot. Ik weet niet waarvan, maar ik ben wel echt moe. Oké, ik ga straks even douchen. Want zoals je kunt zien is ze zelf bijna best wel heftig al. Dus ik ga het straks even afwassen. Ik heb vandaag echt goed gezond gegeten. Alleen nu gaan we gyros bestellen. En daar kan ik echt geen nee tegen zeggen. Want dat vind ik echt zo lekker. Dus ja. Maar het gaat om de balans. Het is ook niet dat ik niks meer ongezonds mag eten. Maar ik wil gewoon dat continue ongezonde er een beetje uithalen. Want ik at nu echt alleen maar ongezond en dingen. En ik merk het gewoon aan alles. Aan mijn energie, aan mijn huid. Gewoon letterlijk aan alles. Dat het gewoon niet echt iets goeds steeds voor me. Dus vandaar dat ik een beetje gezonder wil leven. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik dat wil. Oh mijn god jongens, ik heb net gedoucht. En ik wil mijn haarolie pakken. En mijn Gizou olie is gewoon helemaal gelekt. Oh my fucking god. Ongeveer de helft is eruit. Dus ik ga deze denk ik maar gewoon weggooien. Want dit blijft zo vet. Want die olie is zo vettig. Niet normaal. Hier is het gewoon nog steeds vet. En ik heb het al helemaal schoongemaakt. Het was wel echt vervelend. En het kut is ik heb nu geen bakje om hier neer te zetten. Maar ik zet in ieder geval denk ik dit zo. En ik doe dan nu voor nu die producten die hier staan allemaal er los in. Maar kijk. Ik moet die verpakking ook echt schoonmaken. Want hij zit helemaal onder. Maar oké, er is niet zo heel veel uit. Nou, op zich. 3/4. Want hij zat echt gewoon nog helemaal tot bovenaan. Want ik was juist heel zuinig mee. Kutjes. Dat is jammer. Nou jongens, het is inmiddels 8:45. En ik zie er wel wat levendiger uit. Ik heb dus lekker gedoucht. Er was trouwens nog een tas binnengekomen. Deze. En hoe fijn is dit geluid? Het is een tasje die ik zelf niet zo snel zou uitkiezen, maar dit merk had gevraagd of ik een foto wil maken voor hun Instagram. En ik dacht, misschien moet ik gewoon een keer iets meer uit mijn comfortzone gaan met dingetjes, accessoires. Want ja, ik draag sowieso niet heel veel tassen. Dus ja, en ik vond dit kleurtje wel leuk. Het is een beetje een crème kleurtje. Niet helemaal wit, maar ook niet helemaal crème. Gewoon een beetje tussenin. En hij is shiny. En hij is van dit merk. Ik ken het zelf niet, maar ja, wel grappig op zich, zeg maar. Het is zo'n tasje. Ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden bij mezelf. Maar ik dacht, ik moet gewoon een keer uit mijn comfortzone. Ik ga zo meteen heel eventjes outfits uitzoeken. Want ik ga morgen foto's maken in Amsterdam. Met Fleur en misschien gaat Dagmar ook mee. Dus dat is gezellig. Maar ik heb nog geen outfits uitgezocht. Dus dat ga ik zo meteen eventjes doen. En ik ga nu heel erg nodig plassen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben me aan het klaarmaken, want ik ga straks foto's maken in Amsterdam. Ik heb maar 3 outfitjes mee. Maar ja, ik dacht ik kan beter minder outfitjes hebben en wel dat de foto's goed lukken. In plaats van veel outfitjes, dat ik allemaal van die halve foto's heb. En ik moet gewoon echt even beter in mijn kast gaan kijken. Mijn kast is sowieso echt 1 bende. Ik ga het laten zien. Schrik niet. Maar dit is de status. Dit kan echt niet.
Dus dat moet ik echt elke keer even gaan uitzoeken en gaan opruimen. En dan moet ik gewoon even in mezelf wat meer outfitjes gaan bedenken. Want ik kon nu echt geen outfitjes kiezen. Maar goed, ik ga nu eerst even snel de honden uitlaten. En dan ga ik daarna mijn haar en make-up doen. Ik weet nog niet wat ik met mijn haar wil doen. Want ik heb het natuurlijk geverfd. Dus ik wil eigenlijk nu zo min mogelijk hitte erop gebruiken. Dus ik weet niet of ik het zo laat of dat ik het toch wel eventjes een beetje ga krullen. Maar goed, ik ga voor nu eerst de honden uitlaten. Dan ga ik me daarna klaarmaken, opmaken. En zo, ik heb voor nu gewoon een chill outfit aan. En dan doe ik mijn Essentials trui aan. Waarom lijkt het ook echt alsof mijn ogen en mijn voorhoofd heel wit is? Dat klopt namelijk ook niet helemaal. Maar goed, daar gaan we straks lekker een beetje make-up op doen. Dus dat komt helemaal goed. Maar voor nu ga ik dus even snel de honden uitlaten. Ik ben aan het klaarmaken. Even mijn rollers eruit halen. Dan heb ik over 5 minuutjes weg, dus ik heb nog een beetje haast ook. Ik ga even ook nog eens snel wat eten in mijn mik gooien, aangezien ik honger heb. Volume in mijn haar. Ik ga nu heel snel naar beneden. En dan naar het station. En dan Amsterdam. Nou jongens, we zijn er. Het was een hele helse barre tocht. We made it. En we zijn echt heel ver omhoog moeten lopen. Dus ja, we gaan even snel wat foto's maken. Ik trail gewoon helemaal. Ik ga straks echt op de terugweg bij die andere Max een broodje halen. Van foto's maken en het was echt super gezellig en ik heb ook wel wat goede foto's, dus daar ben ik super blij mee. Ik ben helemaal kapot, het is nu 4:30. We zijn best wel snel, we waren wel klaar, alleen de terugreis duurt wat langer. Maar ik ga zo meteen even mijn kamer een beetje opruimen, want het is echt een mega troep. En Luc komt vanavond, ik blijf hier dan slapen. Dus ja, daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik ben zo blij met mijn haar, nu zie je echt goed die kleur. Maar goed, ik ga nu nog heel even chillen voordat hij dus komt. Hij komt denk ik over 2 uur of zo. 2,5 uur. Dus ik ga nog heel even chillen en dan ga ik mijn kamer even opruimen. En dan, ja, dat eigenlijk. Ik heb verder even geen planning voor vanavond of zo. Dus ja, goed. Ik ga voor nu even lekker in mijn bedje liggen. Nou jongens, ik ben nu niet eens lekker gedoucht. Mijn kamer is lekker opgeruimd. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald en Luc is hier binnen nu in een 30 minuten. Dus ik ga even lekker naar beneden. Ik heb volgens mij mijn pyjama aan. En dan gaan we als Luper even gelijk avond eten. En morgen komt Charlotte gezellig. En dan ga ik met haar even hier in Leiden in de stad een beetje shoppen. We gaan even naar de Zara, H&M, Poen Bear en Koef. Morgen gaan we dus lekker even gezellig shoppen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En zondag moet ik als het goed is mijn oppaskindje ophalen in Leeuwarden. Dus dat wordt lekker weer een roadtrip. Goedemorgen. Wat vind je nou vanzelf? Goedemorgen. Het is vandaag. Het is middag. Nee, helemaal niet. Het is kort. Oh, het is 10:45. Het is vandaag zaterdag. En Lucanos die gaat er zo vandoor. Wie? Lucanos. Ah, ik heb hem gesneden.
Oh, je bent zo zielig. Oh. Want hij moet voetballen. Oh! Ik sneed zo mijn hele lichaam in mijn vinger open, joh. Nou, een beetje voorzichtig doen, hè? Jongetje. Ik kan wel daar. Ja, en dan komt Charlotte. Charlotte komt vanmiddag hierheen. Toen hebben we om 11:30 afgesproken. En dan hebben we afspraken staan bij wat winkels van hier in Leiden. En dan gaan we even lekker winkelen. Maar ik moet wel echt eventjes wat make-up op doen voordat ik ga. Want zo kan ik echt niet de deur uit. Ik heb net eventjes snel getankt. Ik wacht nu op Charlotte. Ik denk dat ze er over 10 minuutjes of zo is. En ik moet echt in mijn kast gaan kijken en meerdere outfits gaan samenstellen. Want ik heb gewoon weer een dramatische outfit aan. Weer gewoon een basic shirt, een sportlegging en mijn trui. Dus ik moet echt eventjes met de kleding die ik heb wat meer outfitjes gaan bedenken. Want zo kan het ook niet echt. Maar goed. Ik vind het eigenlijk wel gewoon de chillste outfit om aan te trekken als ik de stad in ga om te shoppen. Want als ik bijvoorbeeld ga passen, dan moet ik toch de hele tijd uitkleden. Dan heb ik geen zin om echt een hele boeiende outfit aan te hebben die de hele tijd uit moet trekken. Dus ik dacht, ik doe lekker chill outfitje aan. Dan komt het helemaal goed. Dus ja, ik heb er echt zin in. Ik heb Char ook echt al best wel weer lang niet gezien. De laatste keer waren we samen in Rotterdam. Toen gingen we ook shoppen. Dus jullie kan ik niet zo 1, 2, 3 even zien. Maar goed, ik ben naar buiten geweest omdat ik getankt heb. Ik heb gelijk een rood neusje van de kou, omdat ik het koud had. Schrikkelijk. Nou jongens, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb echt helemaal niks gefilmd. Het was super gezellig, dus ik was gewoon helemaal vergeten om iets te filmen eigenlijk. Ik heb wat gekocht bij de Zara, een rood jurkje, maar die ga ik terugbrengen. Ik had hem in de winkel namelijk niet gepast, maar hij staat me echt absoluut niet. En dan heb ik bij Koef een nieuwe Stussy trui gekocht. En ik had dus ook heel vaak gevraagd van waar koop ik mijn Stussy dingen. Nou, 9 van 10 dingen koop ik bij de winkel Koef. Dat zit in Leiden, ze hebben ook een webshop. Het zit ook in andere steden. Maar ik heb deze hoodie gekocht in een maatje S, omdat die lekker oversized is. En dan staat hier Stussy en op de achterkant staat in het gewoon ook Stussy. Dus ja, dat heb ik gekocht. Char is nu naar huis, want zij moest natuurlijk nog een stuk rijden. En het is nu, even kijken, 4:30. Dus we dachten, het is misschien handig om een beetje op tijd te gaan. Dus ja, ik heb verder voor vanavond helemaal niks op de planning staan. Want ik moet morgen naar Leeuwarden rijden. Dus ik wil wel een beetje, hoe noem je dat, niet moe zijn. Gewoon een beetje fris en fruitig. Dus ik ga vanavond gewoon lekker vroeg op mijn bed in, want ik ben best wel moe. Dus ja, dat eigenlijk. Is trouwens dus Stussy trui als ik hem aan heb. Ik heb hem in een maatje S. En ik vind hem echt super lekker zitten. Hij is dus lekker oversized, maar dat vind ik gewoon echt super chill. Dus ik ben nu echt heel erg blij mee. Ik ga zo meteen heel even snel naar de supermarkt toe. Aangezien ik eventjes wat snacks en dingen wil halen voor morgen. Omdat ik morgen dus de halve dag ongeveer in de auto zit. Dus ik wil een beetje snacks hebben. Wat ik onderweg een beetje kan opeten voor als ik honger krijg. Dus dat ga ik zo meteen lekker doen. Maar ik ga eerst nog even lekker chillen. En ik denk dat we ook zo meteen gaan avondeten. Dus dan ga ik na het eten denk ik eventjes naar de supermarkt toe. Morgen, het is vandaag zondag. En ik ben me even aan het klaarmaken. Tenminste, ik ben al klaar met me klaarmaken. Want ik ga zo meteen naar Leeuwarden. Ja, ik moet dus mijn oppaskindje halen in Leeuwarden. En ik ga nu een keer niet mijn bril vergeten. Ik vergeet namelijk altijd mijn bril in de auto. En ik kan borden dus eigenlijk nooit lezen als ik in de auto zit. Maar ja, dat moet nu dus wel echt even. Want ik moet best wel een stukje rijden. Het is 2 uur heen, 2 uur terug. Dus ja, ik heb aan mijn nieuwe Stussy trui die ik gisteren heb gekocht in de stad. Ik ben er echt zo blij mee. Hij zit super lekker. En de achterkant staat dus in het heel groot Stussy op. Super leuk. Ik heb gisteren nog eventjes wat snackdingen gehaald voor onderweg. Die moet ik ook niet vergeten. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik ga doen vandaag verder. Niet zoveel, we zijn waarschijnlijk pas vanavond terug. Dus ik denk dat we onderweg ook ergens even een Mackie gaan halen of zo. Want ja. Een klein beetje make-up opgedaan. Ik ging eventjes proberen om een eyeliner te doen. Ik ben er super lang mee bezig geweest. Maar goed. Ik ga mijn camera meenemen. Ik weet niet of ik iets ga filmen. Want ik ben natuurlijk gewoon aan het rijden. Maar ik neem me in ieder geval wel mee. Nou jongens, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb eigenlijk niks gefilmd. Maar ik was gewoon aan het rijden ook. Dus ik heb ook niet echt iets te filmen. Het is gewoon helemaal goed gegaan. Wel echt lang onderweg geweest. Dus ik ga nu lekker mijn bedje liggen en even chillen. Ik ben echt super moe, dus ik ga ook de vlog gelijk afsluiten, want ik ga echt helemaal niks meer doen vanavond. Ik ga lekker douchen,
serietje kijken en op tijd slapen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei doei!